Hallo kijkers van What's Jagger, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lord of the Rings Let's Build. En je hoort al wat geklik op de achtergrond van mijn beste vriend in de craft is terug. Hallo Dennis. Voor zo'n microfoon noemt men dat. Gewoon klik, klik, klik en dan hoor je gelijk. Ja, Dennis is aan het bouwen. Dennis is de man die klikken kan. Ja. Hij heeft ook altijd hij heeft mij ook wel eens tegen mij geklikt. Hè? Ik jou geklikt? Wanneer? Ja. Nou, weet je nog, toen pakte hij je muis. En toen klikte jij. En toen, hoppa. Ben je dat vergeten? Nee? Ik weet alweer waar ik sta hoor, Dennis. Ik weet alweer waar ik sta. Weet je nog die ene aflevering die jij klikte in mijn video? Ja, toen ik op like klikte. Ja. Oh man. Jongen. Dat is altijd zat om jou. Ik snap eigenlijk überhaupt niet waarom ik ooit op het idee ben gekomen om die donkerbruine beams te gebruiken. Echt, what the fuck. Nou, volgens mij zat jij met je vingers in een pot chocoladepasta en toen dacht ik, oh, wat lekker. Nee, maar ik zit eerder... Ja, trouwens, die opmerking ga ik niet maken. You know what I'm thinking. Volgens mij ben je wel een beetje zo'n manneke die wel graag even lekker met de vingers in een potje zit, of niet? Moet iets. Nou, leven de... Leon, hoe kom je bij die smerige gedachten? Dat doe ik natuurlijk niet. Ik ben een hele nette jongen. Ja, ik zit af en toe wel... Uit het zuiden van ons land. Af en toe zit ik wel echt gewoon op die smerige websites, weet je wel. Van, van Leon, die... zeg dat nou niet, dan kijk je kinderen. Vuilniszakken.nl. Dat is heel smerig. En, Wat zakje? Vuilniszakken.nl, weet je wel. Dat zijn niet heel verred. En ook wel is, zat ik op toiletpapier.nl. Hoe heet het? Hoe gaat het eigenlijk in Umbar? Ben je al een beetje aan de gang of is het nog een beetje al... Nee. Nou, ik ben wel begonnen met wat dingen neer te zetten, maar het is wel zo dat het... ik heb nog niet echt een concreet plan. Ik ben wel iets gaan bouwen, maar ja, het is net niet. Ik wil toch anders... Ik bouw eigenlijk bijna nooit met een compleet of een uitgepland plan. Net als Moria nou ook niet. Het is gewoon... Bob. Bob. Het is Moria. Wat vond je ervan? Je hebt gekeken. Ja, ik ben gisteren geweest en het ziet er vrij huge uit. Je kan wel zien dat er veel tijd en aandacht aan besteed is. Dat wel lekker gedaan, jongen. Heb jij alles survival gebouwd? Nou, de builds wel, alleen de caves en alles, dat zijn dus die creative landscaped caves. Want ja, ik zei al, als we dit met een groep uit moeten minen, zijn we sowieso 5 weken gewoon non-stop bezig om het alleen maar uit te hakken. En daar ga ik dus echt geen moeite voor doen. Ik denk, ik heb liever dat we dan gewoon hebben dat spelers aan kunnen vragen van, oh jongens, kunnen we custom landscape krijgen? Dat we gewoon, zeg maar, vette builds krijgen dan in plaats van dat het allemaal kut is. Eigenlijk gewoon net niet, zeg maar. Ja. Ja, wij zijn ook wel bezig met dingen te bouwen, maar... Ja, ik moet eigenlijk een beetje de stijl gaan vinden, want het is natuurlijk een beetje een Arabische stijl waar je in moet bouwen. En dat heb ik al echt al heel lang niet meer gedaan. Ik weet niet of je ooit het, heb je mijn Planet Minecraft recent nog gekeken? Niet recent, maar wel denk ik een paar maanden terug. Doen. Of is dat? Ja, dat was voor de zomervakantie. Oké. Heb ik nog iets voor Kingdom gebouwd, zeg maar. Dat was... volgens King mij is Wars dat wel Arabisch. Nee, niet Reforged. Dat was ook niet voor King Wars Reforged. Kingdom. Oh, wel Kingdom. Ja, ik heb daar nog iets voor gebouwd. In de eerste week van mijn vakantie heb ik er 1,5 dag aan gewerkt. Was ik klaar. Voor mij dit... Ik weet niet of het dan misschien al weet, maar ik wil nog niks voor de verdere zeggen wat het exact is. Ja, weet je wat mensen moeten doen? Die moeten daar gewoon even naar kijken. Dus zoek even Roughness op Minecraft. Ja, ik ga er binnenkort meer op zetten. Ik denk dat Moria er ook op gaat zetten. Ja? Want nice. Sowieso, ja, natuurlijk. Ik zet al mijn builds ervoor op. Gewoon dingen die ik heb gemaakt, net zoals ik een tijd geleden heb ik me ook de Kantaanse jungle en alles opgezet. En, weet je, dat vind ik dan wel leuk. Nou, dat is wel beter, want dan blijft het ook zeg maar in de herinnering gewoon bestaan. Hey, het wordt spontaan weer dag. Wie heeft dat gedaan? Leon, hou je bek? Nou, wat zeg je dat? Leon? Die zie je de melding, je hebt de andere server wel, volgens mij. Ja, normaal krijg je toch altijd zo timeset. Ja. Oh ja, wacht, ja, ik bedoel, ik heb ook een bouwserver, zeg maar, waar we op bouwen. Ik weet niet of je daar, heb je daar zelf eentje, of wat doe jij het op survival, op singleplayer? Ik bouw het gewoon gelijk hier op, to be honest. Oh nee, maar anders dan kan je het IP wel geven. Kun je als je designs wilt uitwerken en heel de meuk.
Want ik ben met, nou, met de Gate van Moria bezig en dat heb ik liever dat ik het eerst even creative uitwerk. Want ik heb van de week heb ik boeken gekocht, concept arts van... ik heb nou ook een boek nog voor mijn neus liggen met de bladzijde van Moria open. Dat is de Lord of the Rings sketchbook van Alan Lee. Best wel zieke sketches staan erin, allemaal van de Lord of the Rings. Allemaal van de films en de boeken, dus dat is wel heel gaaf. Ook echt, er staan best wel wat tekeningen in van de binnenkanten van Moria, hoe de designs en de ideeën er eigenlijk achter zijn. En dan heb ik ook nog een atlas gekocht van Middle-earth. Zeg maar hoe Tolkien eigenlijk zeg maar Middle-earth heeft verzonnen en hoe de indeling zit en hoe hij zeg maar, net als Moria en alles schetste. Want er staan ook tekeningen in van hoe zijn idee van Moria was. Dus dat is best wel, naar mijn mening, best wel gaaf. Dat klinkt wel heel bruut, ja. Maar voornamelijk, ik weet niet, ken je Reddit? Vast wel, je hebt vast wel eens gehoord van Reddit. Wel eens van gehoord, gebruik het alleen niet. Daar staan ook echt enorme fanpages van echt series, karakters en ook wel van de Lord of the Rings volgens mij. Ja, ik heb vast wel een page. Tegelijk met die boekenbestelling heb ik ook eindelijk de Lord of the Rings Extended op DVD, Blu-ray nu. Best wel dure aankoop, maar ja, dan heb ik het uiteindelijk na een heel lange tijd. Vond toch goed nodig. Yes, en ik ben ze nou ook opnieuw aan het kijken, want er waren nog steeds scènes ook, bij de Hobbit had ik daar nog veel... Oh! Dat is veel, ja, met een big stick. Ja, maar ze zijn elkaar aan het killen, want dat is allemaal dezelfde faction. Oh. Waarom zitten ze niet in een fellowship dan? Ze kunnen ook PvP in hun eigen fellowship aanzetten, dat ze elkaar kunnen killen. Oh, voor de meme. Ik ga nou ook in Moria ga ik een arena bouwen. Oh! Dus ik had vandaag een event erin gezet, alleen degene die aan moesten vallen hadden er eigenlijk helemaal geen motivatie voor. Dus ja, het is afgelast. Oh. Hashtag shit. Beetje jammer. Vond ik het eigenlijk, ja. Maar het is ook nog vroeg in het project, aan de andere kant snap ik het wel. Maar ja, dan nog eigenlijk. Ja, want het geeft het idee van events, van wat ik eigenlijk in gedacht had, is dat je een soort loot train hebt. De ene faction moet het verdedigen. Je kan niet zelf die loot train openen. Eigenlijk is het zo dat als die bad faction of de verdedigende faction wint, dan mogen hun het gebied hebben. Maar als de aanvallende faction alle gasten vermoord plus eenheden, dan is het gebied van hun. Of ze mogen de loot train looten en het kan bijvoorbeeld zijn dat er dan gold blocks en hele muik in zitten. Het regent, ja Dennis die wordt nat. Er kwamen twee soldaatjes aan die schoten hem met een... Kruisboog. Oh, mis. Wauw. Nee, raakt die auto straks wel lekker, man. Ja, is dat wel even... Slash toggle down, downfall. Ik denk dat ik binnenkort trouwens bij Moria ook maar eens aan de gang moet gaan met crossbows maken. Want ik heb er eigenlijk nog geen. Heb je die en ik ben nou, met de main gate bezig. En het leuke idee van mijn main gate is dat mijn main gate uit 4 gates bestaat. What the fuck, jongen? Deze guy. Oh, maar ik heb opgezocht. Op zich is best logisch, want de East Gate, waar ik nou aan het bouwen ben dan, van Moria, dat is eigenlijk ook de eerste plek waar ze begonnen zijn met Moria bouwen. Dus het is ook wel de meest defensieve, uitgebreide plek van heel Moria. Want het schijnt dus zo te zijn dat eigenlijk de westkant, waar die hidden doorway zit, dat zijn vooral mines en storages. Eigenlijk is deze kant, zeg maar, middenkant waar echt de steden en de huizen en de forges en heel de muik zit. Lekker. Ja, ik woon in een berg, want ja. Ik weet in ieder geval dat we volgens mij ooit een hele aflevering bezig geweest om dit dak te maken. Ja, maar toen begonnen we net, weet je. Dat was echt gewoon net voor de fresh. Jouw doek of de cram fresh. Hoe doe je? Jij houdt wel van de cram fresh. Dat was de allereerste keer dat we zo'n dak maakten, volgens mij. We zitten nu ongeveer 10 minuten in de opname, dus het valt er wel mee. De allereerste aflevering is gewoon een half uur geweest. Nee, maar dat was niet dit dak. Ik heb het ook over dit dak. Heb ik toen in mijn eentje gedaan. Dat kan ook nog. Heb je dit dak al een keer eerder gebouwd? Oh. Ja, maar ik heb toen ik ben een versie kwijt, zeg maar, van dat ik verder was. Die heb ik niet meer. Ah. Dennis. En nou dacht je van, nou, dan ga nou even dit huis mooi afmaken. We gaan een prima peuk dakje erin plaatsen. En we maken er gewoon weer even een spectaculaire aflevering van samen met Dennis. Ha. Oh, nee. Zeker.
En ook al een beetje nagedacht over allianties en samenwerkingen, of ben je ook nog niet... Want je hebt natuurlijk al gezien dat er nou zo'n diplomacy channel is, waar de mensen gewoon letterlijk meldingen maken, roleplay-wise, van dat ze de oorlog met andere facties verklaren. Nou, om eerlijk te zijn, ik vind het echt een geweldig idee om te hebben toegevoegd. En ja, het wordt heel goed gebruikt en het wordt ook gewoon echt zo gebracht dat je wel denkt van, oh shit, nou... Daar kan wel veel mee. Ja, bijvoorbeeld, ik kan eens even een bericht voorlezen wat ik bijvoorbeeld had gestuurd. Dan hebben de mensen een beetje een idee erbij. Maar je moet wel voor bedenken dat er een hele layout bij zit. Even kijken waar de channel nou verstopt staat. Volgens mij, ja, okay, staat bij mij op klein. Ik laat het veel. Even kijken. Diplomacy channel. Diplomatiek, jongens. Ga stemmen. Even kijken naar wat ik heb gestuurd. Kijk. Er staat eerst zo, Khazad-dûm, dat is dus de Mines of Moria voor de mensen die het niet weten. Khazad-dûm, er staat Rofnus, de Lord van Moria, verklaart, dus dan de faction van mij, dus Khazad-dûm, als ally van de Blue Mountain Dwarves. Laat dit een symbool zijn om al de dwergen te brengen onder één vlag. Durin zal met je zijn. Wat ze in de films ook altijd zeggen, Durin be with you. Ik word weer buitengesloten hoor, Dennis. Dankjewel. Huh? Dankjewel, maar ik ben geen dwergen. Nee. Ik heb het weer zwaar. Nou, het ging over mijn mede-kinsman. Ik heb al de Dwarven Council Chamber, die is al gedesigned en die wordt nu al op de server gebouwd door een van mijn spelers. Dus. Ik ga een boot bouwen. Oh ja, jij zei van, oh, Moria ga ik niet aanvallen, want dan gaan mijn boten niet komen. Ja. Oh, echt geweldig, hoe jij dat echt dagelijks, oh ja. Kijk. Even kijken hoor, want je hebt nou die dakranden gemaakt, maar die zijn allemaal één dikker, hè? Of hoort dat zo? Volgens mij moet je. Ik ga eerst even deze hele mooie witte houtsoort even kopiëren. En ik ga dat even daar heel dat gelelijke wit, of dat gelige wit eigenlijk, er heel even uithalen op een plekje, want het ziet er een beetje... Oh, bedoel je zo de dakrand, ja. Maar die moet ook wel weer dikker, toch? Ja, hij is... Ja, deze is dikker. Alleen deze heeft ook een patroon erin. Kijk eens. Hier zit de boog in. Deze die heeft soms zo'n soort golfje erin. Oh ja, tuurlijk. Want dat hebben we destijds zo gedaan, ja. Maar dit is ook wel vet, omdat hij zeg maar hier ook nog een mooi uitzicht heeft. Dan kan je hier kijken over de vallei. Ik was deze heel even aan het veranderen, want ik vind nou dat geel heel erg uitspringt. En dat ziet er niet uit. Ik denk dat ze die geliger hebben gemaakt, die houtsoort. Volgens mij is die witte geweest. Die melon of de galadriemblokken zijn witte geworden, dat kan ook, maar ik weet niet. Ik vind het nou wel een heel erg kleurverschil dat ik denk van, oh mijn ogen. Even kijken hoor, want je wil ook een soort van torentje net zoals wat we hier hebben gebouwd. Ik denk dat we die toren misschien gewoon kunnen kopiëren en bij deze er weer op kunnen plakken. Denk ik eigenlijk ook wel. Allee, ik weet dat we deze toren ooit een keer ook met, dat moeten we echt, denk ik, binnenkort ook weer even een keer na gaan kijken. Want volgens mij hebben we deze wel eens een keer al helemaal bekleed met, hoe heet het? Met leaves en zo. Ja, we hebben een keer echt daken gehad die we helemaal bekleed hadden met leaves. Maar ik zal trouwens even, ik ga hem even kopiëren. Dan ga ik hem mooi in het midden plakken. Ja, ik kopieer wel kijken. Een stukje van het dak mee. Want ik zoek, waar zijn ze? Kijk hier. De High Elven Bars, die zoeken mij voor dat... Ja, ik vind het nog steeds echt een geweldig tuintje dat je nou hier zo die waterval hebt, jongen. Wat een sfeer, jongens. Is toch top? Wacht maar, als daar heel Rivendell staat. Want Rivendell is sowieso een plek waar met heel veel fonteintjes en heel de mik maakt. Wat een mooi brokstuk vliegt hier in de lucht. Beetje aanpassen. Ja. Beetje fixen, want even kijken, heel het dak is sowieso... Maar ik wil er wel een klein dakrandje omheen hebben, net als wat hier zit. Aan deze kant ziet het er echt goed uit. Ja. Maar je wilt hem ook in deze hoogte houden dan gelijk, of... Ja, eigenlijk wel. Dus zeg maar ik zit alleen heel even te kijken hoe ik de stairs heb geplaatst. Volgens mij heb ik heel altijd een wisseling van zo. Ja. Yes. Dan even kijken, hoor, want het is wel weer echt een verschrikkelijk mooi design wat ik heb uitgewerkt. Ja, het is alweer zo lang geleden dat het gewoon helemaal vergeet is. Ja, Bernd! Bernd! Bernd, volle buik hiervan zeg. Zit er niet mee. Zo, ik doe mijn oude opa maar een stem. We zijn oud en niet meer leuk. Hij heeft gelijk. Jongen, we moeten allemaal... We zijn verslagen in ons eigen spel. Te oud en niet meer leuk.
Hij heeft gelijk. Het is tijd voor een comeback. Ja. En een hele goede ook. Dat was wel echt wel een mooi video. Samen. Ik heb een pannenkoek met dikke stroop. Dat vind ik lekker. Anders met jam. Maar dat betreft lust ik ook wel een cola. En als je toch bezig bent, neem dan ook een extra pannenkoekje van mij. Wow. Zo. Met extra veel nog wat. Dat is een film, ken ik. Nou, wat ik na de Harry Potter heb, duurde niet lang. De nummer ben ik door jou gaan leren kennen. Dat ik de makkelijk kan overtreffen. Het is meer dan 8 maanden geleden. Dat Lord of the Rings een grote hit was in het heden. Maak daarom alsjeblieft een Lord of the Rings team. Die dit Lord of the Rings en ik willen zien. Zo, jongens, we gaan een nieuwe dag maken, sorry jongens. En dan gaat het van Nou maken we hier trouwens al... Ik ging al dood in aflevering 4. Maar ik vind het toch niet zo zeer mooi, dus we gaan dit even wat naar achter zetten. Ah, ik zou sowieso niet dat Arno Brick daar als wolf ja, nee, gewoon open laten. Ja, open laten of een andere Elvenbrick inzetten, want anders heb je grijs op grijs. Je hebt dakgrijs, anders is dat ook weer grijs. Ja, dat doet me echt denken aan als ik straks met pensioen moet, man. Met pensioen, jongens. Het duurt niet meer zo lang, dat duurt nog... Ik ben al 23. Dat duurt nog... fuck, dat duurt nog best wel lang, hoor. Ik ga het niet eens uitrekenen. Ik heb er geen zin om er al over na te denken, over wanneer ik met pensioen ja, maar dan kan heb ik eens gaan werken, voor ik daarover na ga denken. Denk maar zo, Dennis. Als dat komt, jongen, dan hebben wij gewoon een dikke jacuzzi in de tuin. Want nou, ik vond het... Nou, dat weet ik nog niet, maar het was wel mooi. Wij beginnen zeg maar net na het bouwvak weer op het werk. En het eerste dat de chef werkplaats zei zo mooi van... ja, jongens, nog 7 weken en dan is herfstvakantie. Oh, dat zijn jullie dan ook. Nou, wat fijn. Nee, wij niet. We hebben geen herfstvakantie. Alleen de chef werkplaats die heeft vrij met herfstvakantie. Wij moeten gewoon doorwerken. Wij moeten tot de kerst. De kerst duurt nog wel wat langer. Ja. Maar ik moet kijken, want het is nou heel druk. En ik hoop als de taak een keer rustiger wordt, dan wil ik een keer nog met mijn vriendin op vakantie. Want ja, we hebben nog niet weggekund. En dat zal dan wel of in de herfstvakantie worden of een andere. Maar ik wil een keer naar Duinerel toe gaan. Alleen schijnbaar moet je echt 21 zijn of zo om bij Duinerel überhaupt een huisje te kunnen huren. 21, oh ja, dan moet dan de hoofd... ja, nee, niet dat, maar je moet, mag geen jongere zijn. Je moet een jongvolwassene zijn om daar een ticket te kunnen kopen. Wat een bullshit. Mag, ja, ze willen geen jongeren hebben op die camping. Daar kwam het op neer. Of ja, op die camping, op dat verblijf, zeg maar, op dat oord. Ook niet als stel. Nee, die boeking die kijkt echt naar die leeftijd, zeg maar, die je invult. Ja, kijk, ik kan dan begrijpen dat als je daar als jongere naartoe gaat, en voor een vuifje, dan... Nee. Dat kan natuurlijk niet. Vuifje. Ja, mooi jonge vuifje. Dame, zeg waar is dat vuifje? Ik ben te vinden. Of ik ben... Ja, op al dus, eind over de gekste, hè? Of niet? Vuifje. Of vind je dat niet? Vind je Eindhoven niet de gekste? Eindhoven, nou ja, misschien wel de gekste, maar het is wel ver weg. Dus Den Bosch, hoor. Wow. Den Bosch. Wow. Maar Den Bosch is gewoon park. Is gewoon paak. Gewoon paak. Gewoon vrij paak, nou. Ja, kel. Kel. Het is gewoon bier. Doe mij maar pils. Zo. Ja. Kijk, en dan doen we deze stukken gewoon open. En dan doen we er gewoon een soort van boogje achter, zo. Dat het gewoon lekt. Leuk, als het mooi is, plezant. Zo, die. Kijk, zo. Oh, wat leuk. We komen er wel, Leon. Uiteindelijk is hij ooit een keer af. Ja. Maar... Ik ben hyped voor de Chamber of Elrond om die te gaan maken. Daar ben ik wel hyped voor. Ja, ik heb dat is wel... Van denk ik, alle kamers van heel Rivendell zal dat een van de weinige huizen zijn waar ik zin in heb om het ook überhaupt in te richten. Want ja, daar zijn heel veel afbeeldingen van. Mm-hmm. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Yes. Zo. Zul je ook een soort van balkonnetje maken dan? Dat je hier... Ja, dat kan wel, want ze hebben heel veel balkonnetjes, allemaal van die uitkijkpunten in Rivendell. Als je hierop staat, nou, dan kan je zelfs gewoon de toren van Tokio zien, hoor. Ah, jongen, alweer. Moet ik alweer... Jongen, het regent toch veel op de server, zeg. Welkom in Middle-earth. Nou, het lijkt me wel meer gewoon Nederland, man. Je weet wat ze zeggen, hè? You must find yourself another wizard! Oh, nee.
Dat durf ik niet, hè. You're a wizard, Harry. Ik vertrouw niemand anders. Ik vertrouw niemand anders. Ik vertrouw alleen jou, Dennis. You're a wizard, Harry. Wizard Harry. I'm a what? You what? You what, mate? What, mate? Ik zat gisteren zat ik nog wel op het King Wars Reforged project te kijken. Maar dat is toch ook van jou? Of is dat puur van Robin? Ja, maar, nee, dat is van mij. Alleen, ik bouw op wanneer ik er echt zin in heb. Als ik geen zin, motivatie of enigszins inspiratie heb, werk ik er niet aan. Het is gewoon een servertje. Wanneer ik zin heb, werk ik eraan. Als ik geen zin heb, doe ik er ook niks aan. Ja, maar dat doe je ook op een... Dat is volgens mij op de Conquest. Nee. Ja, dus de gewone Kingdom Texture Pack gebruik ik, zeg maar. Want daar zitten wel alle goede blokken in. Oké. Zoals van oud, zeg maar, zoals we echt begonnen bij King Wars. Nou, een beetje, maar ik ben... die hoofdstad die ik ooit heb gebouwd, ben ik de remastered versie van aan het maken. En ik denk dat ik echt 2 maanden al aan bezig ben geweest om alleen maar met twijfelen eigenlijk hoe ik dat paleis moest gaan maken. Want kun jij nog herinneren dat ik ooit die hele grote troonzaal had? Ja, met die soort van watervalbrug was dat toch, of niet? Dat is die stad inderdaad, maar die troonzaal alleen, die hele grote troonzaal met al die pillars met dat vuur erop, die echt heel groot was. En dan achterin dat gigantische glazen loodraam, dat is nooit in een episode geweest. Ook nooit echt helemaal af. We hadden toen wel een keer die cinematics gemaakt van de ijs. Maar dat kwam omdat toen zeg maar, kwamen net al die nieuwe stukken erbij en die zijn nooit afgemaakt. Want jij begon aan dat hele Wood Elven gebeuren. En ik was eigenlijk met dat stuk bezig in de tussentijd. Ja. En alle andere mensen die waren eigenlijk voor de finale bezig van Minded. Allemaal bezig met die... Dat allemaal een nieuw seizoen doen, ja. Tuurlijk, dat was ik alweer helemaal vergeten, jongen. Dennis, wat zijn het ophelder momenten, zeg. Ja, maar ik weet dat allemaal nog. Ik ben best wel lang doorgegaan. Alleen, weet je wat het klote was met King Wars toen de tijd? Iedereen ging naar Kingdom toe. En op een gegeven moment blijf je met een paar man nog achter. En dan denk je van, ja, is dit nog wel leuk zo? Ja, en op een gegeven moment ging iedereen van King Wars naar Kingdom. Maar ja, toen was het zo afgelopen natuurlijk. Ja, want je hoort dat. Ja, ik heb laatst nog wel wat oude bekenden gezien. Zoals Decorated, die heb ik nog wel voorbij zien komen. Ja, die heb ik ook nog een paar keer. Die zit ook op die server. Die doet af en toe ook wel eens iets, maar... Die was aan ERA begonnen, maar die... nog niet echt veel van geworden. Oude glorie, hè, jongens. Ja, daar is het zeker oude glorie. Dat kan ik wel zeggen, ja. Nou, echt wel weer een tijd terug, hoor, dat ik daaraan gewerkt heb. Maar om eerlijk te zijn, ik wil zeg maar dat ook niet weer... Ik zou dat niet weer opnieuw willen starten, puur om het feit dat als ik het weer opnieuw zou gaan starten, dat het niet hetzelfde zou zijn als in het begin. Ja. Ja, weet je, het is gewoon zo lastig omdat het zo groot was en de hele groep of sfeer van die er vroeger echt is geweest, die is al heel lang niet meer. Nee, dat is eigenlijk moet je denken, het is niet net als Kingdom dat je zeg maar... online komt en je gaat een beetje survival en dit. Nee, het was echt, je kwam online en er waren allemaal bouwers online, dus je ging eigenlijk gewoon een beetje gezellig zitten lullen iedere dag. En het was echt, je kwam online, het was gelijk goedemorgen. Zo begonnen de ochtend gewoon, echt geweldig. Of daar had Robin weer iets nieuws gebouwd waarvan iedereen dacht van, holy fuck, wanneer heb je dit gedaan? Maar dan had hij gewoon een hele dag echt keihard gewerkt. Ja, precies. Dat soort dingen allemaal, ja, dat was echt leuk. Klopt. En dat heeft hij nou ook een keertje gedaan op die server, dat hij echt weer helemaal... Wat leuk. Ja. Dat is toen zeker. Had hij een dagje, toen zat hij volgens mij niet op de kazerne, dus toen had hij in één keer vrij. En nou jongen, toen was hij ook, had hij een stuwdam gemaakt, had heel zijn biome, had hij gelandscaped in 3 dagen tijd. What the fuck. Dat is echt ziek hoor. Ja, dat klinkt echt als Robin trouwens, ja. Dat is echt al wel lang geleden. Maar hoe heet dat, hij zat ook op Kingdom, toen had hij ook die hele stad in je Nava gemaakt, dat weet ik ook nog wel. Nee, Navigrad. Ja, of Novigrad, ik weet niet meer. Een van de... Navigrad was het volgens mij. Want Novigrad was het niet, want dat was niet, dan was het te veel gekopieerd van The Witcher. Dus dat was smal volgens mij. Oh ja, dat kan ik me ook wel weer voor ogen halen. Ja, maar... De goede oude tijd. Jongen, Doe nog maar een lang uur schrijven. Dat is ook ik vond nog... wel mooi, toen straks trouwens ook, toen jij... jij aankwam van ja, anders nemen we vrijdag wel op. Ik zei tegen mijn vriendin, ja, maar anders moet ik het vrijdag met Leon daar gaan doen. Dus hij zei van, oh nee, dan ga ik nu wel.
Nou, nou Dennis, je weet al wat dat betekent, dat ik een keer uitgenodigd moet worden bij jou en dan met de auto kom ja, en dat je mij maar even gaat voorstellen. Ik heb je vaak zelf uitgenodigd, man. Ja. Nou, wanneer kan het nou wel? Want ik heb nou een auto en ik weet de weg naar Brabant, want ik heb hem al een keer gereden. Ja. Zou het een beetje. Ja, jongen, ik zou je wel eens een keer weer uitnodigen, jongen, kun ik hier gezellig langskomen. Een keer mijn trollhoort hier wel een keer zien. Trollhoort? Ja, mijn kamer. Oh. Mijn kamer. Nou, je hebt heel veel outfits erbij gekregen die ik nog niet heb gezien in het echt. Nou, er staat maar eentje hoor, want ik heb maar één. Ik heb maar één outfit. Alleen ik had één andere dwarven outfit, alleen die heb ik dus verwerkt in deze. En ik ga nou, ik zei tegen mijn vriendin van, weet je, als je hier van de week een keer weer komt, weet je, misschien is het dan leuk dat we gewoon een keer gaan knutselen een dag. Want ik heb eigenlijk een project die ik binnen 2 maanden af moet hebben. En dat is Stormbreaker. Want ik ga Thor cosplayen. Nice. Dan ga je ook gewoon even de muziek aanzetten, hè? Maar ik ga nou even kijken, want als ik Fat Thor niet afkrijg, dan ga ik denk ik eerst gewoon Thor van Endgame doen. En anders, dan moet ik even kijken. Zou ik trouwens als ik Thor van Endgame of van Infinity War doe, die vind ik makkelijker, want dan hoef ik ook bijna niks te doen met mijn haar of pruiken en baarden, heel de muik. Het scheelt gewoon heel veel. En als ik Fat Thor ga doen, moet ik weer een wig op doen en dan moet ik weer een nep baard gaan fixen en dat is altijd zo kut. Oké, hier ben ik nou ook al klaar mee. Oh, je hebt het geflipt. Ja, wacht maar, ik heb een hele mooie mogelijkheid voor. Zo. Oh, wacht even. Lieve dame, zeg waar is het vijfje? Dat komt allemaal door jou, omdat jij het één keer hebt aangezet. Het is laatst in mijn stream geweest. Vandaar dat ik het dus ook weer in mijn hoofd heb. Ik heb het ook bij Samal, toen Samal zeg maar jarig was, heb ik het ook op zijn voor zijn verjaardag zeg maar gedaan. Wanneer was jij ook altijd weer jarig, Leander? Maar ik heb het echt al lang niet meer. Ja. Nou, ik ben na jouw jarig in ieder geval. In oktober ook dan? Ja. Ah. En zelf, welke dag? 7. 7? Oh, dan ben je een dag voor mijn vriendin jarig, die is de 8e jarig. Ja, dubbele 5. Ik weet nog wel dat nee, we toen... Ik heb dat weekend heb ik al iets staan, man. Want dan gaan we met Meindert bij de nicht, zeg maar, bij Lillian, de BBQ. In oktober? Ja, want september ging niet. Oh, wow. Want ze wouden het eerst op dezelfde datum inplannen als dat ik mijn verjaardag weer ga vieren. Alleen, dat valt bij jou weer tegelijk zeg maar, met wanneer jouw ouders zoveel jaar getrouwd zijn. Want dat is ieder jaar hetzelfde. Ja, dat is echt het is altijd hetzelfde weekend. Ja, mijn ouders hadden toch even later met elkaar moeten gaan trouwen, man. Dat is wel vrij pijnlijk natuurlijk. Ja. No way. Het dakje zit er alweer bijna helemaal op, of niet? Klopt het zo allemaal wel? Nee, deze klopt niet. Ik ga even alles turnen en dan denk ik dat we even een eind eraan gaan breien. Ja, dat is een hele mooie sjaal geworden, Dennis. Ja, dit is een beetje een... Dit huis is altijd al zo'n pokkenhuis geweest. En hij is heel groot. Ja. Heel erg ook. De toren die erop staat, ik vind hem mooi afgewerkt. Ook als je... Ik ga even kijken of ik een mooi shot kan maken. Ik zit te twijfelen over dit wat ik nou heb gedaan. Of misschien... Zo, ga even dak staan, Dennis. Ga even heel mooi op dak staan. En dan kijk even voor de thumbnail. Zo. Ga even inzoomen. En wacht. Oké. Ik sta klaar, Dennis. Ik wil een itempje hebben. Welk item? Dwarvenhammer. Zo, hier. Kijk maar dit zoomen. Zo, ja, nice. We got a thumbnail, boys. Thank the gods. Nou, Dennis, kom naast je op het dakje staan. Het is weer mooi geweest. Wat vond je ervan? Vond je het weer gezellig bij me? Ja, we zijn weer een stukje verder gekomen, man. Ja. Ik vind het alweer echt een stuk beter. Gewoon een halve voor een dakje. Ja, weer voor een dakje. Ja. De Rivendell zijn hele intensieve daken. En dan moet je nagaan dat we er daarna nog een keer met leaves overheen moeten gaan. En dat we er dan ook nog blauwe en rode lijnen in moeten zetten. Hè? Want er zit een patroon in het dak. Hè? Weet je dat nog? Dat moet ook nog, jongens. Ja, maar ja, het komt achteraf wel. Het komt allemaal wel goed. Alleen, inderdaad, eerst is het even gewoon belangrijk. Dit huis waar we nou mee bezig zijn. Ik denk dat we dan het House of Elrond doen. Omdat we dan gewoon een heel leuk gebouw hebben. Waar we allebei denk ik ook heel erg voor gemotiveerd zijn. Ja, okay, ik heb er wel zin in hoor. Gewoon die inrichting maken. Ja, zet top. Mm-hmm. Nou, Dennis, bedankt voor het deelnemen. Mensen. Yes.
Bedankt voor het kijken. Kijk weer in de beschrijving voor de Discord. Dat je ook mee kan doen. Want je kan gewoon joinen. Je joint de Discord. Geeft aan of je zelf een faction wilt maken. Of dat je gaat joinen. En, join the dwarves. We hebben miners nodig. Moria heeft miners. gewoon niet doen. Natuurlijk wel. Kom op, bij. Jongen, je wilt toch een Dennis, man. Je wilt toch gewoon super vette piraat zijn. Nee joh, wie wil er nou niet in de hals of Erebor? In de hals of Moria rondlopen. Lekker verdwalen, weet je. Ja, ik pak toch wel. Val nu nog mee, maar dat komt nog wel. Ga er maar vanuit. We gaan naar de andere kant van de Missie Mounts, man. Yeah. Miner. Oh, ja, liever jij dan ik. Nou, jongens. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Kijk dus in de beschrijving op het kanaal van Dennis en natuurlijk de Discord. Abonneer op mijn kanaal voor meer van The Lord of the Rings. En laat even in de comments achter wat je van Rivendell zover vindt. En hoeveel afleveringen er waarschijnlijk nog gaan komen. Ik denk nog wel een stuk of 20. Verwacht ik ook wel. Het worden er veel. Ja. Komen er heel veel. Het enige wat zeker is. Heel veel. Maar ja, want we hebben nog flink wat te puzzelen. En natuurlijk, als het straks helemaal af is, gaan we een mooie cinematic ervan maken. En dan wordt het toegankbaar, denk ik, of niet? Ja, dan wordt de groep die het krijgt hem en dan zullen we nog een klein event meedoen. Maar ik denk dat Rivendell niet heel gauw uit handen wordt gegeven naar andere faction. Omdat Rivendell best wel een belangrijk startpunt zal zijn voor andere quests en shit. En dan moet het wel echt elfen geregeerd worden. Zijn. Yes. Want ik bedoel, Fellowship of the Ring, The Hobbit, noem heel de wijn maar op. Alles komt door Rivendell. Yes. We gaan het misschien zien, Dennis. We gaan het zien. Komt zeker goed. Yes. Bedankt voor het kijken. En dus tot de volgende keer. Tot ziens. Later. Bye.